Er zijn twee aspecten. Het eerste aspect is de periode tot 2035, waarbij dat wij zeggen alles gaan sluiten in 2025 en dan gesubsidieerde CO2-uitstotende gascentrales gaan bouwen. Dat vind ik, de logica is daar zoek. Ja? En dan hebben we de periode na 2035. Nu, de periode na 2035, daar zeggen we niet wat er moet komen. Daar zeggen wij, we kijken naar alle mogelijkheden en we hebben ook geen taboes. Ja, want het is een periode dat we naar nul uitstoot moeten evolueren. Ja, dat klopt. En als je dan kijkt naar de modellering die gemaakt wordt door de Europese Commissie. Ik heb gisteren woensdag ook die grafieken getoond in het parlement. Ja, dat zie je ook heel duidelijk. En is ook bevestigd door de energiecommissaris Kanieti. Die zegt, ja, weet je, de backbone voor elektriciteit in de toekomst zal zijn, één, in Europa zal er meer elektrisch verbruik zijn. Er zal primair minder energie verbruikt worden, maar er zal meer door elektrificatie meer vraag zijn naar elektriciteit. En de backbone daarvan schat hij in op een 3/4 hernieuwbare energie, ondersteund door onder meer nucleair. Dat staat letterlijk in zijn interview. Volg Vlaams Parlement TV op Facebook en Twitter en bezoek onze website op www.vlaamsparlement.tv.